Vorige week was er een nieuwsbericht over dat een gemiddelde Nederlander 11 abonnementen heeft. En ik denk, nou, dat is best wel veel. Ben ik een gemiddelde Nederlander, heb ik dan ook 11 abonnementen. En vandaar dat ik deze video wil maken. Ten eerste omdat ik eigenlijk wil bespreken wat de, zeg maar, de gevaren zijn van abonnementen. De nadelen vooral van abonnementen dus. En met deze video hoop ik dat ook jij wat meer na gaat denken over de abonnementen die je hebt. En wat het voor impact heeft op jouw financiële situatie. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En ben jij nu net zoals de gemiddelde Nederlander in het bezit van 11 abonnementen, dan kun je er net zo goed 12 van maken, want dit abonnement is toch gratis. Dus abonneer je op het kanaal zou ik zeggen, dan mis je nooit meer een video. Maar dan gaan we nu dus kijken naar die andere abonnementen van Nederlanders. En ten eerste, waarom eigenlijk abonnementen zeg maar gevaarlijk zijn, of wat zijn nou de nadelen van abonnementen. En het eerste grote nadeel of het gevaar van abonnementen is dat we het vaak onderschatten. Omdat het bijvoorbeeld kleinere bedragen zijn elke maand, valt het niet zo op of lijkt het niet zo'n impact te hebben. Maar wanneer je nou al snel meerdere abonnementen hebt en dus op jaarbasis kan het best wel een grote impact hebben. En dat bleek ook uit het onderzoek van het Nibud. Daarin zag je dat 91% van de mensen zeg maar onderschatten hoeveel abonnementen zij hadden. Zoals gezegd had een gemiddelde Nederlander dus 11 abonnementen, maar 91% van de mensen die ondervraagd werd dachten ze dat ze er minder zouden hebben. Een belangrijke reden waarom we het zo onderschatten en wat het ook zeg maar gevaarlijk maakt is dat het vaak automatisch gaat. Veel abonnementen zullen maandelijks automatisch van je rekening worden afgeschreven. En nou is automatisch voor beleggen heel goed als je elke maand automatisch je geld van je betaalrekening naar een beleggingsrekening overmaakt. Want dat gebeurt dus buiten je zicht en daar heb je dus al vrij snel, vergeet je dat eigenlijk. Of tenminste, je staat er niet bij stil, waardoor toch je beleggingsrekening telkens groeit. Maar het kan dus ook in je nadeel werken wanneer je abonnementen spreekt, want dan gaat er dus elke maand kleine bedragen van je rekening af. En zoals gezegd, omdat het automatisch gebeurt, ben je er eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Maar op lange termijn heeft het dus best wel een behoorlijke impact, omdat het bedrag zeg maar snel oploopt. En wat je ook terug zag komen in het onderzoek, en dus ook best wel weer een nadeel of een gevaar van dit soort dingen, is dat we vaak langer aan vastzitten dan we denken. Je sluit op een gegeven moment iets af en dan heb je eigenlijk te maken met een contract, want daar leg je dus de duur van het contract of het abonnement in vast. Bijvoorbeeld voor je tv is vaak op jaarbasis, of misschien ga je voor een nieuwe auto met financial lease en doe je voor 3, 4 of 5 jaar. Dus op die manier zit je er al vrij snel voor lange tijd aan vast. En dan heb je niet altijd direct in de gaten wanneer je het afsluit. Want op dat moment ben je vooral vrolijk en je wil zo snel mogelijk ervan gebruik gaan maken. Waardoor je misschien dingen op de lange termijn niet zo in acht neemt, zeg maar. Dus die vallen een beetje buiten je gezichtsveld. Maar daar komt dus later pas achter wanneer je er al aan vast zit. En wat ook heel erg vervelend is zijn vooral zeg maar niet de maandelijkse abonnementen, maar abonnementen die 1 keer per jaar terugkomen. Want dan heb je vaak ook nog te maken met een opzegtermijn van een maand van tevoren of 2 maanden van tevoren. En je komt er dan pas achter wanneer het bijvoorbeeld weer van je rekening wordt afgeschreven, waardoor je dus weer 1 jaar aan vast zit. En ook op die manier zit je er eigenlijk langer aan vast dan je eigenlijk wil. Wat dus eigenlijk in je nadeel gaat werken, want je maakt gebruik van een dienst of een service, en je betaalt er dus ook voor, terwijl je eigenlijk niks mee wil doen. En als je op die manier dus een paar dingen elke maand hebt, ben je al vrij snel een paar tientjes in de maand hieraan kwijt, en dus honderden euro's op jaarbasis. En dat is dus ook de reden waarom ik denk dat je regelmatig moet kijken naar de abonnementen die je hebt, juist omdat je op die manier dit soort situaties voor kunt zijn en dus ervoor kunt zorgen dat je niet te veel geld, of in ieder geval niet onnodig geld, hieraan uitgeeft. Kijken we naar het nieuwsbericht en het onderzoek en dan naar welke vormen vooral populair zijn, dan zien we hier bovenaan staan het combinatiepakket, bijvoorbeeld internet, tv, telefoon. 85% van de mensen heeft het, gevolgd door natuurlijk een mobiele telefoon met internetbundel. Daarna gaat het vrij snel een stapje naar terug. Zeg maar de helft van de mensen heeft ongeveer streamingsdiensten, loterijen, tijdschriften, wegenwacht, onderhoud. Je ziet van allerlei dingen uiteindelijk nog sportclub of sportschool en online diensten. Gemiddeld heeft de Nederlander dus 11 abonnementen, maar als we gaan kijken naar verschillende leeftijdsgroepen, dan zien we grote verschillen. Kijken we nou juist naar jongeren onder de 25 jaar, die hebben gemiddeld 16 abonnementen. En wat daarna vooral populair is, zijn bijvoorbeeld streamingsdiensten of private lease auto's bijvoorbeeld. Dus jongeren zijn al veel meer gewend, waarschijnlijk ook omdat ze met de techniek tegenwoordig veel beter bekend zijn en het ook steeds meer wordt aangeboden natuurlijk, dat zij vrij snel abonnementen elke maand afsluiten dus. Dus een abonnement voor je telefoon, voor Netflix, voor Spotify, private lease auto, noem het allemaal op. En al vrij snel heb je dus een groot gedeelte van je inkomen dat elke maand er ook weer uitgaat in de vorm van abonnementen. Dan kijken we dan naar 65-plussers, dan zien we dat die vaak
minder met dit soort dingen te maken hebben. Ten eerste kiezen zij voor andere dingen. Zo hebben zij meer met loterijen of kranten. En ook hebben zij minder abonnementen, want zij hebben gemiddeld maar 9 abonnementen. Dus zij liggen onder het gemiddelde. En het zijn dus juist de jongeren, en dat is eigenlijk ook mijn doelgroep van deze video's, die dus veel abonnementen gebruik maken. En daar wil ik eigenlijk dus voor waarschuwen dat, ook al zijn het dus kleine bedragen, op lange termijn kan het best wel veel geld kosten om al deze abonnementen te hebben. En daarmee komen we eigenlijk aan het laatste onderdeel van deze video. Hoeveel abonnementen heb ik nou eigenlijk? Ook ik had geen idee van, zit ik rond die 11 of zit ik er ver onder, verder boven? Ik heb wel een beetje inzicht in mijn situatie, omdat ik elk jaar wel een budget maak en een overzicht daarin heb. Maar ik weet het niet precies. Dus ik dacht, laat ik eens snel al mijn abonnementen onder elkaar zetten. En ook vooral kijken wat het nou per maand kost of per jaar. Dus op jaarbasis wat ik kwijt ben aan abonnementen. Beginnen we bovenaan, dan heb ik ten eerste KPN. Dit is natuurlijk voor tv en internet. En hier ben ik dan elke maand ongeveer €45 mee kwijt. Op zich valt het best wel mee. Dat heeft weer te maken met dat ik het tijdens Black Friday heb afgesloten. Want normaal is het iets van zeg maar 2 tientjes meer. Dus ik heb best wel veel voordeel. Dan heb ik zelf wel tv en internet, terwijl ik eigenlijk alleen internet zou willen hebben. TV maken van mij zeg maar uit, maar mijn vriendin kijkt er nog liever. Dus op die manier heb ik dan toch voor een redelijke prijs in ieder geval het combinatiepakket. Het volgende abonnement wat ik heb is van mijn mobiel, zeg maar het internet, van Simyo. Hier heb ik een abonnement van 4 gig in de maand. Daar betaal ik €8 per maand voor en dat is meer dan voldoende voor mij. Want op de meeste plekken waar ik ben, of nou thuis is of op het werk of bij vrienden of zo, heb ik toch eigenlijk altijd wifi. En ik ben niet zo iemand die heel veel mijn telefoon gebruikt. Dus voor €8 vind ik het in ieder geval voldoende. Het derde abonnement is Netflix. Want zoals ik zei, ik heb weinig met televisie. Er zijn maar heel weinig dingen die ik ten eerste live kijk, doe ik eigenlijk überhaupt al niet. Als ik dan nog iets doe, neem ik het meestal op en kijk ik het later terug wanneer het mij uitkomt. Nou, iets wat ideaal daarvoor is, is dus Netflix. Gewoon series volgen, af en toe een film kijken. En daar betaal ik dus elke maand €11 voor. Het vierde abonnement wat ik heb is een van de duurdere abonnementen. Dat is van mijn water rower. Ik ben niet zo iemand die naar de sportschool gaat of er heel veel mee bezig is. Maar als ik het wil doen, doe ik het liever thuis. Geïnspireerd door de Netflix serie House of Cards zag ik ooit een water rower. En ik denk, ja, dat is eigenlijk wel iets wat interessant is. Ik heb het onderzocht. Je doet er best wel veel spieren en dat soort dingen mee trainen. Dus ik dacht, laat ik dat eens eerst proberen. Dus ik heb het, voordat ik het koop, wat best wel een duur apparaat is van 1200-1300 euro geloof ik. Dacht ik, laat ik eerst eens een paar maanden proberen. Dan kun je het voor €40 in de maand kun je proberen. Ja, inmiddels zit ik er alweer bijna een jaar aan vast. Dus ik zit al op een punt. En ik was hier al over na aan denken van, ja, inmiddels ben ik dus bijna €500 verder. Moet ik het niet gewoon kopen of moet ik het niet terugsturen of wil ik ermee doorgaan? Want dit is dus zo'n abonnement. Nou zit ik er eenmaal aan vast en elke maand wordt er €40 afgeschreven. Iets wat niet elke maand wordt afgeschreven, maar 1 keer per jaar, is een abonnement op Private Internet Access. Dit kost me $40 per jaar of zeg maar €35 per jaar. En dan heb ik een VPN-service waardoor ik bijvoorbeeld op mijn mobiel of op de computer beveiligde internetverbinding kan opstarten. Dat is fijn als je op publieke plekken bent met onbeveiligde wifi. Of dat ik ooit eens wil doen alsof ik in een ander land zit om een bepaalde internetservice binnen te krijgen of dat soort dingen. Nou, vooral op vakantie gebruik ik zoiets, maar dus ook op openbare plekken wil ik er nog wel eens gebruik van maken. En daar betaal ik dan ook graag zeg maar €35 per jaar voor. Dat doe ik inmiddels al 6 jaar, zag ik. Maar op die manier heb ik in ieder geval een beetje wat privacy en wat veiligheid ingebouwd op eigenlijk al mijn apparaten. Ook het zesde abonnement is iets wat jaarlijks terugkomt en dat is het onderhoud op mijn cv. Nou vind ik dat, in dit geval is het een abonnement, werd ook genoemd in het onderzoek, dus ik denk zet het er maar bij. Maar in ieder geval, het is ook wel iets wat je graag wil doen. Het onderhoud zou ik toch elk jaar doen en dan wordt er vaak als abonnementsvorm aangeboden voor €75, dus heb ik maar genomen. Je kan ook natuurlijk elk jaar opnieuw bellen, want je wil wel dat je cv-installatie goed onderhouden wordt en veilig is. Dus dit is eigenlijk wel een abonnement waarvan ik denk dat je er niet aan ontkomt. Het zevende abonnement is de loterij, de postcode loterij. Er zijn natuurlijk heel veel loterijen, staatsloterij, maar daar koop ik liever ooit een lot los, zeg maar. Maar van de postcode loterij doe ik wel iedere maand mee. Dit komt natuurlijk omdat je niet wil dat de hele straat zeg maar een prijs wint en jij als enige niet meedoet en dus achterblijft. Dus eigenlijk word je ook wel een beetje in gedwongen. En eigenlijk krijg ik er ook best wel veel leuke prijzen mee. Ik heb volgens mij jaren gehad dat ik bijna elke maand wel een prijs had. Dus ja, dan heb ik een keer een fiets gewonnen of leuke pakketten, koekjes, bakken, noem het dan maar op. Niet dat ik het daarvoor doe, maar je wil eigenlijk vooral voor het geval dat er ooit een grote prijs valt en dat jij net die buurman bent die als enige daar blijft zitten terwijl de rest van de straat verhuist omdat ze veel geld hebben gewonnen. Dus daarom doe ik hier aan mee. En dan komen we eigenlijk al daarna bij het laatste abonnement van mij, het 8e abonnement. En dat is Ziggo Go. Zoals gezegd heb ik thuis internet van KPN. En dat komt omdat ik dan daar
Ten eerste gebruik kan maken van die Black Friday deal, maar ik zat al bij KPN. Ik heb glasvezel en dat zijn dingen die Ziggo, die service of die snelheden niet aan kan bieden. Wat ik dan wil missen is Formule 1 natuurlijk. En daar betaal ik dan elke maand 10 euro voor Ziggo Go, zodat ik in ieder geval nog kan blijven volgen. Zeker nou Max telkens meedoet, maakt het natuurlijk wel een stuk interessanter. En dan heb ik eigenlijk iets van een sport dat ik ook nog volg. Want eigenlijk veel andere sporten volg ik niet. Dus af en toe misschien het voetbal om een beetje bij te blijven, zeker want nou Ajax zeg maar nog Champions League speelt. Maar daarbij blijft het eigenlijk. En dan valt het op zich dus mee met 8 abonnementen. Je zou kunnen zeggen van misschien moet je verzekeringen hier ook nog mee tellen. En dan misschien niet die basisverzekering voor je huis of je auto die altijd komen. Maar wel bijvoorbeeld voor mijn fiets heb ik extra verzekerd. Want ik heb een nieuwe fiets gekocht. Nou, dan wil ik liever dat ik daar langer plezier van kan hebben. Want die worden nog wel eens weggehaald. Of bijvoorbeeld je uitvaartverzekering. Ook een punt waar ik over na zit te denken van is dat iets wat ik nog wil houden. Telkens aan wil betalen of... Aangezien ik het geld toch al in mijn spaarpot heb zitten, kan ik misschien dat gebruiken. Of in ieder geval de mensen die achterblijven als ik wegval, kunnen die daarvan gebruik maken om iets te betalen. Nou, dat zijn dingen die ik dan niet heb meegenomen. En daar twijfel ik een beetje over of je verzekeringsproducten mee moet nemen. Want aan de ene kant wordt wel een private lease auto meegenomen. En daar zit ook verzekering ingebouwd. Dus, maar in ieder geval laten we het zeggen dat ik 8 abonnementen heb. En in ieder geval onder het gemiddelde zit van de gemiddelde Nederlander. Ik ben erg benieuwd hoeveel abonnementen jij hebt. Laat dat even onder deze video weten. En laat ook weten wat je over bepaalde abonnementen denkt. Of dat je erachter kwam dat je abonnementen had die je niet meer zoveel gebruikte. Of wat je überhaupt niet wist dat je ze nog had bijvoorbeeld. En hoe jij over dit soort situaties denkt. Dus laat dat allemaal weten onder deze video. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat ook onder de video weten waarom je het goed vond of wat je goed vond. En wat ik beter kan doen, dan neem ik dat mee in de volgende video. Ben je nog geen lid van dit kanaal en wil je er een extra abonnement bij? Het is toch gratis. Abonneer je dan op het kanaal, want zoals gezegd maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen en passief inkomen. Dus abonneer je op dit kanaal zou ik zeggen. En wil je nog meer praten met mensen zoals ik of ja, kijkers, abonnees die ook geïnteresseerd zijn in dit soort onderwerpen. We hebben ook een Discord chat. Ik zal ook weer een linkje onder deze video plaatsen. Naar onze Discord chat met inmiddels meer dan 60 mensen. Praten over al die onderwerpen die ik ook op dit kanaal behandel. Dus heb je vragen of opmerkingen of wil je gewoon met mensen die hetzelfde over dingen denken praten. Kom dan naar onze Discord chat. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.